Hey, hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Creath Collects. En als je hier voor de eerste keer bent, welkom. Vandaag is het tijd om deze Rapid Strike Urshifu V-Box te openen. Jullie hebben op Instagram allemaal laten weten dat jullie deze als eerste wilden zien. En dan volgt de Single Strike Urshifu V-Box later. Ik heb deze bij de Mediamarkt vandaan. Ik had een 5 euro tegoedbon en ik wilde iets bestellen. Ik dacht, laat ik dan deze Rapid Strike Urshifu V-Box bestellen. Wat opvalt is dat de promokaart er op z'n kop in zit. Dit zegt iets over de kwaliteitscontrole die achteruit holt nu Pokémon nergens te krijgen is. Is de Pokémon Company natuurlijk heel veel aan het bijdrukken. En helaas komt dat vaak de kwaliteit van de kaarten en de producten niet ten goede. Desalniettemin heb ik er hartstikke veel zin in. Ik ben benieuwd of we nog wat coole alternate arts kunnen poelen. En we gaan zien. Ik ga nu de box open scheuren. Zo, die komt er makkelijk uit. Hier is nog het verhaaltje op de achterkant. Als je dat wil lezen, kan je de video pauzeren. En we gaan nu verder. De cover eraf halen. Met daarin een promo reverse holo rapid strike energy. En zoals gezegd de promo rapid strike Urshifu V die om een of andere reden op zijn kop in de box terecht is gekomen. Maar wie weet brengt dat wel geluk. Hier is de jumbo versie van de rapid strike Urshifu V. Hartstikke gaaf. Tegenwoordig heb ik ook een mapje voor Jumbo kaarten vanwege het 25-jarige jubileum van Pokémon. En je krijgt er een oldschool dikke Pikachu kaart bij. Hartstikke cool. En elke maand komen er 3 starters. Je hebt het misschien ook al gezien op mijn Instagram. Maar hier zal ik in de toekomst nog een video over maken als ik er meer heb. Tot die tijd bewaar ik dit soort Jumbo kaarten in dat mapje. En wat betreft de pack selectie, we zien nu bovenop al 2 pakjes Battle Styles. Op dit moment de meest recente set. En daaronder zitten een Darkness Ablaze en een Sun and Moon Crimson Invasion. En een codekaart die ik even aan de kant leg. 4 packs dus. Laten we beginnen met openen. Vandaag is Alice er niet, maar misschien dat ze de volgende keer weer met ons meedoet. Ik ga beginnen met Darkness Ablaze in de hoop om de Full Art VMAX Charizard. Ik zal wel de Cast the Energy Game doen. Ik denk vuur. Ah, het is Psychic. Een Dedenne, Vibrava, Corvisquire, een Skitty. Rowlet, Wishiwashi, Kufant, Sinistee, een Reverse Holo Bird Keeper trainerkaart en een Flygon non-holo rare. Niet heel veel bijzonders in dit pakje. Dan ga ik door naar Crimson Invasion. Ik heb maar heel weinig Crimson Invasion geopend omdat ik pas ben gaan sparen vanaf Sword and Shield. Of opnieuw gaan sparen moet ik zeggen. Fairy Energy. Nou, hier is het gras. Emolga. Een van de zogenaamde Electric Rodent. Countercatcher. Mawile. Mankey. Aron. Corphish. Die heel zagrijnig kijkt. Gastly die dan weer blij kijkt. Houndoor. Bunnelby. Als je Pokémon Go speelt heb je heel veel Bunnelbys gezien vanwege het paasweekend. En een Salazzle Holo Rare. Dat is wel een goede kaart. Dan ga ik nu door naar Battlestyles. Ik heb een heleboel Battle Styles al geopend, maar dat was nog voordat ik
filmpjes ging maken. Ik had een heleboel van de build en battle kits van de pre-release. Dat is altijd leuk om te doen. Mocht je de kans krijgen om een keer mee te doen met een pre-release, zeker straks als ze weer terugkomen in real life, zeg maar, dan raad ik dat zeker aan. Lightning. Ah, weer gras. Spewpa. Single Strike Style Mustard. En Golbats. Bronzor. Tapic. Pachirisu, weer een van de zogenaamde Electric Rodents. Mianfu. Weltoy. En Reverse Holo Phalanx. Die is wel nice. Een Reverse Rare. En een Victini V Ultra Rare. Heel gaaf. Overigens doet Victini V in het spel het nu heel erg goed. In het kaartspel. Het is een heel sterk decktype. Dus ik ben heel erg blij met deze pool. Dan gaan we naar het laatste pakje. Ik zie al een Shinx. En Darkness. Hey, Pets on Back voor mezelf. Darkness, Golbat, Energy Recycler, Urn of Vitality, Shinx. Dit was ook een promo laatst in mijn vorige video. Gligar, Spoink, Bronzor, nog een T-pick, en Reverse Rare Vivillon, dat is goed voor de binder, en een Stonjourner Non-Holo Rare. Daar heb ik er al heel veel van, omdat deze ook in de Build & Battle Kit zat. Maar desalniettemin, best wel een goede box, vooral met Victini V en toch al twee keer. Een reverse rare. Wat ik altijd doe, zijn alle reverse holo rares of beter even in een sleeve stoppen, zodat ze mooi beschermd blijven. Zo. Dan zijn dit toch wel de coolste pools van vandaag. Hartstikke bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Hier zijn nog een keer de promo's uit de verpakking. Niet verkeerd. Ik wil jullie ook nog een codekaart geven. Bedankt voor het kijken. Mocht je dit nou leuk vinden, like en subscribe. En vind me ook op Instagram, waar ik meer content plaats. En tot de volgende keer.